pijl bekeken, want ik moet weer... Van 17 tot en met 25 augustus werd dit jaar de 30ste editie van de Week de Besten georganiseerd. Traditioneel is het eerste evenement de Truckrun Vlagwedde voor mensen met een beperking. De opening werd verricht door burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde. Hey, goedemiddag allemaal, dames en heren, jongens en meisjes. Het is mij een eer en genoegen om met mij, de beide wethouders hier, de opening te verrichten van het 30ste keer Week der Besten. Het is dus 30 jaar geleden dat een aantal ondernemende vlagwedders de uitdaging hebben opgepakt om een fantastisch evenement te organiseren. En ik weet niet of zij toen al hadden kunnen bedenken dat dit zo zou uitlopen op zo'n prachtig regionaal evenement. Want het is niet alleen maar voor vlagwedden van belang, maar voor heel Westerwolde een belangrijk feest. We hebben ook nog een aantal bijzondere doelen deze week. Eentje is natuurlijk Kika. Ik heb ook al de Kika-beer zien rondlopen. Dus dames en heren, trek ook vooral uw portemonnee om te doneren aan dit goede doel. Maar een ander heel goed doel is het Veteranenhuis. En daarvoor zou ik naar voren willen halen Michel van het Veteranenhuis. Kun jij ons iets meer vertellen over het Veteranenhuis? Ja, ik kan er iets meer over vertellen. Op de eerste plaats dankjewel dat ik hier mag zijn. En dat wij uitgekozen zijn als het goede doel voor de hele week. Het Veteranenhuis, ik krijg vaak die vraag van ja, waar staat dat dan voor? Wat is dat? Nou, een veteranenhuis is eigenlijk een plek waar veteranen kunnen samenkomen, ontmoeten en verbinden. Veteranen die hebben vaak een band met elkaar, wij noemen dat brothers in arms. En veel veteranen missen dat gevoel, die samenhorigheid in de burgermaatschappij. Daarbij zijn er ook veteranen die soms een overstijgende hulpvraag hebben. Wij zijn geen zorginstelling, maar wij kunnen wel zorgen dat die veteranen op de juiste plek komen. Daarnaast zijn wij ook het enige erkende veteranenhuis in het noorden. Dus ook voor de veteranen, voor de gemeente Westerwolde, die zijn bij ons van harte welkom. En naast het feit dat bij ons veteranen komen, zijn ook gewoon burgers bij ons welkom. Voor een bak koffie of gewoon een praatje. We organiseren activiteiten en we staan voor allerlei ideeën open. Dus dat is het Veteraneninloophuis. Dames en heren, ik hou jullie niet langer op. Ik zou zeggen, laat het feest beginnen! Scheur ik door de Brennerpas met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan een vrouw die op me wacht. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw. Normaal is er op de zaterdagavond een Miss Week de Besten verkiezing, maar door weinig animo is er een nieuw evenement dit jaar. De Ik hou van vlagwedden speelshow. Met onder andere het verjaardagsspel. Volgende vraag. Wat voor soort gebouw is een bovenkruier? Pas. Oeh, een extra puntje. Goed, volgende. Welke sport? Hey, hey. In woorden raden. Op de zondag werd voor de tweede keer de All American and Classic Meeting georganiseerd. My old man
Terug van weg geweest, de Mutteren. Die kant, en dan doen we even de benen weer strekken zo. Eén, en de andere kant, twee. Ah. Ja, kom op, Ben. Nou, zijn we een beetje los? Zeg, drie, twee, één. En daar gaan ze, een half uur de tijd. En ja, Papoer is een beetje zwaarder gemaakt natuurlijk. Even door de blubber, kijk eens even aan. Eén ouder die denkt van, ja, kijk maar even, ik ga er niet door. De rest gaan we netjes doormaken die we straks kunnen aanschouwen op hun YouTube-kanaal GNA Media. Die we gaan zoeken op YouTube. De eerste rondje is net een aantal minuten geleden gestart. En ze zijn nog niet eens halverwege. Naar beneden, plots! Latsi. Er komt iemand achter je aan. Ja. Ja. Het lijkt wel een pretpark hier, hè? Opstakelen. Voetbalseizoen. En ik geloof dat we vandaag ook nog moesten voetballen. Ook nog. Gisteren, ik had iets gehoord. Ik heb niks van meegekregen, maar dit is natuurlijk wel een hele goede training. Hè? Eigenlijk zou je dat op elke voetbalveld moeten hebben, zo'n trainingsveld hier. Even lekker drillen. Hè? Even Jelle, lekker drillen. Jelle doet af en toe mee op de Kan zien dat de winnaar van de Mutteren. Ja, ik vind het een knappe prestatie hoor. Jongen. En zijn beide achtervolgers komen naar beneden. Hadden jullie me een beetje in het vizier? Ja, wel. Wat dacht je? Doe maar even een beetje tempo erop. Ja, maar dat is helaas niet. Nee, maar wel goed gedaan hè? Ja. Ben je er ook blij mee? Ja. Ja, jullie hebben een beker gewonnen met een rookronde man. Ja, vier rondjes, dat waren 4 kilometer hè, vinden jullie in de benen. Ja, 4 kilometer. Nou, van harte gefeliciteerd. Blijf hier even staan, ga even lekker op adem komen en even een slokje water. Ja, dan krijgen we straks een prijsuitreiking. Kijk, dat is sportief, hè? Ze feliciteren elkaar. Ze zijn echte kanjers, zijn het gewoon. 4 rondes ook voor deze vrouw. Kijk eens even aan, zeg. Ik kreeg net te horen 3. Helemaal geen 3. 4 rondes dus. Ze zegt 3. Goed. Onder controle en alles bijgehouden. En er wordt straks alle namen even opgeschreven. Wat is je naam? Leonie. Leonie. En Leonie, waar kom je vandaan? Sinneburen. Wat doe je hier in Vlagwedde? Mijn zusje woont in Mussel. Die zei, zullen we meedoen? En wat dacht je? Wij doen mee. En, moet je kijken, ook nog een prijs in de wacht gesleept? Ja, dat had ik niet verwacht. Had je niet verwacht? Vond je het zwaar? Beetje. Ja, je hebt wel 4 rondjes gelopen, hè? Ik heb er 3 gedaan. Oh, 3. Ja, nou, 4 was mooi, maar ik heb er maar 3. Oké. Nou, van harte gefeliciteerd en het is leuk om mee te doen, toch? Het was een leuk parcours. Ja, dat was het leuk. Op de zondagavond was het tijd voor de 2e editie van The Masked Singer, waar de deelnemers moesten raden wie er achter het masker zat.
Welkom bij de Marsinger 2024. Ja, ja. Hebben we een beetje zin in, dames en heren? Ja, hè? Twee van deze hints zijn waar, maar twee zijn ook niet waar. Welke zijn waar? Margriet, KNSB, VW, groen-geel. Twee goede antwoorden invullen graag. Rood is mijn favoriete kleur. Als je dit mengt met geel, dan krijg je oranje. Ik ben geen keukenprins. Mij zie je maar een paar minuten per dag in de keuken. Snel ben ik wel. Ik leg meerdere keren per maand 140 kilometer af. En we hebben een boom. Hij ligt in de Amstel. We hebben een schuitje. Het is ons ideaal. Mijn broer had en ik kom uit Drenthe en ik hoor een disco. Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco hoor, dan tril ik op mijn benen. Dan zegt mijn vrouw, wat krijg je weer die rode ween? Daar in dat kleine café aan de haven. Dat heb ik in jaren niet gezien, zo mooi, zo mooi. Heb je al een vraag? Zal ik hem stellen, Marcel? Wij willen dolgraag weten of de heks op het park woont. Emslandermeer. Heks, woon jij op park Emslandermeer? Nee. 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 Helpt dat wat? Nee. Helaas. Nou, dat was een hele moeilijke dus. 6 keer geraden, zei Oscar net. En ik ben heel erg nieuwsgierig wat de jury ervan vindt en zegt. Nou, weten jullie het, Loeken, denk je? Ik denk echt dat we het zeker weten. Ik denk Geert en Tini Bruggers. Geert en Tini Bruggers. Oké. Okay. Ja. Noteren wij. Nou, dan ga ik naar de andere jury. Ja, ik wil wel even meekijken, hè? Nee? Erbij, hè? Ja, ja. Ja, dat had ook gekund misschien. Ik weet het niet. Hij is terug van vakantie, dat weet ik zeker. Jan en Femi Hebers. Jan en Femi Hebers. Dat denken jullie. Wie zit er in het bak? Zijn inderdaad net terug van vakantie. Van de week gaat hij weer presenteren, hè? Nou, we zien het. We gaan het zien. We gaan ons even omdraaien. Wie zitten achter het masker van Sneeuwwitje en de Prins? Ja! De winnaars! Geert en Tini. Hartstikke goed gedaan. Geert en Tini, 6 keer geraden nog maar. 6 keer, dat is echt niet veel hoor. 6 keer geraden. Jullie krijgen natuurlijk de bloemen, de oorkonde. We gaan springen! Met z'n allen zingen wij van harte gefeliciteerd. Met z'n allen. Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee, van kranten, radio en tv. En in mijn stamkroeg op de hoek, daar breng ik menig uurtje zoek met bingo. Op de maandagavond deden er 225 mensen mee aan de Week der Besten Bingo, waar weer leuke prijzen gewonnen konden worden. 46. 43. 47. 47. 44. 45. 44. 15. 64. 64 en ik hoor een bingo. Bingo op het terras. Op het terras. Deze bingo is ook weer helemaal goed. Bingo.
De tafelbarbecue, het waren van 40 euro. Van Blokken. In de krater. Op de dinsdagavond was het tijd voor een spectaculair waterspektakel in de haven van Park Amsterdam de Meer. Met de skelter van de baan en rennen over de stormbaan naar de bel voor de snelste tijd. En dan als een idioot door die stormbaan helemaal te kijken of hij daar een hele goede tijd mee kan gaan zetten. Hij gaat er onderdoor, hij gaat er bovenover, hij gaat de bel nu luiden en het is een hele goede tijd volgens mij. En zometeen krijg ik dus ook nog de tweede deelnemer van de Mollinghuizenweg, Sil Buil. Sam, ben jij er klaar voor? Ja. Ik geloof dat jullie eerste staan, dus je moet goed je best doen. Ga je winnen? Ja. Tuurlijk wel. Tuurlijk. Dames en heren, moedig hem aan. Start! En daar gaat Sam Bolzenbroek voor de buurtkegel. Hij ziet ook verschillende plekken krijgen, wat ook even lekker heeft geparkeerd. Helpie gaat af, dat gaat ook een hele snelle tijd worden. We zitten nog 10 seconden. 10 seconden en kijken of het een heel... Oh, dat mag even een klein beetje in tegenvallen over die bal. Dat is even jammer. En nu onder het bruggetje door, over het heuveltje. En de bel gaan de luiden, meneer Bolzenbroek, kom op. Het ziet er weer, ja. De buurtkegel. Kijken hoe dat gaat, hoe dat verloopt. We gaan even kijken, dus jullie kijken even uit. En één keer even in het vierkante vakje. En dan wordt de halm afgedaan. We zitten nu op zo'n kleine 10 seconden. Kijk eens even aan, je bent klein. Maar ze doen de grote dingen hier op het podium. Maar dit is natuurlijk een aanloopje. Een aanloopje nemen. Want die bal dat is natuurlijk ook een zwaar dingetje. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Onder het bruggetje door. Over het heuveltje. En probeer bij die bel te komen. Even een grote sprong. En ja hoor. Winnaar van deze avond. Met een tijd van 14. 35, Sil Luiten! Sil Luiten, dus de winnaar. Het waterspektakel werd spectaculair afgesloten met een lasershow. De woensdagmiddag was het tijd voor de traditionele ouderenmiddag. Onder het motto zingen bij de afwas zong men gezamenlijk liedjes mee uit het verleden. Tom Groffel, in 1969 won voor Nederland het Eurovisie Songfestival. Lenny Koen! Maar het antwoord op de volgende vraag weten jullie allemaal. Hoe heette het liedje waarmee ze won? De Troubadour! Prachtig! U gaat gewoon door waar ik de eerste set gebleven ben. Maar ik moet wel eerlijk met jullie zijn, want veel vaker dan de naam van Lenny Koen hoorde ik de naam van Teddy Scholten. En tegen degene die dat zei, zou ik willen zeggen, u gaat inderdaad al een behoorlijk lange tijd mee in dit leven. Want Teddy Scholten was wel goed, maar het was maar liefst 10 jaar voor Lenny Koen. Toen won zij, dat is niet 1969, maar 1959. Maar voor iedereen die Teddy Scholten zei, een klein stukje Teddy Scholten, een klein beetje. Een beetje. Verliefd is iedereen, wel is dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat aan fluistert, luistert,
planeten. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. En van links en naar rechts gaan wij heen en weer en dat doen zij aan zij. Een schouder aan schouder en iedere keer. De woensdagavond werd weer de jaarlijkse pubquiz gespeeld. Met vragen die in het teken stonden van 30 jaar Week der Besten. Hoeveel leverde de recordpoging Solex rijden op in 1992? Guldens had je toen je nog geen euro's had. Guldens waren voor de euro's. 8000 gulden werd opgehaald bij deze Solex race en was eigenlijk het begin van de Week der Besten. Van de koopvolging. Let u op. Voor en achteraan alsjeblieft. Was het maar, ja? Oh, hier is dit logo. Gebroeders Jansen, Johannessen, GNA Media of Beeldend Media. Eerste plek. Ze zijn al genoemd met 35.474 punten. Dames en heren, geef ze een groot applaus. De winnaar van deze cup is 2024. Het team van de Mannen Meulen. Graag beide teams weer naar voren voor een grote groetsfoto. Dames en heren, de winnaars van de cupquiz 2024. Donderdagmiddag was het tijd voor de kindermiddag op Sportpark De Baarlage in Vlagwedde. Volop vermaak voor de kids. Kennismaking met het leger, politie en brandweer. Ook waren er meerdere springkussens en de buikschuifbaan waar de kinderen aan mee konden doen. Op de donderdagavond werd op de schoolstraat in Vlagwedde het Westerwolds kampioenschap badmusvullen gehouden. Welk team komt er in de buurt van het record van Mallemeulen in 2017 met 294 liter? Een badmus vasthouden. Dit wordt de 130, hè? Kijk even richting de jury. Dit wordt de 130. Die zit er ook in. 130 zit erin. Dus hij komt met 170 liter. Er wordt wel de druk overlegd en getelefoneerd met de thuis. De 294 liter die zij in 2017 haalden, hebben ze vandaag helaas niet gehaald. Maar zij kwamen wel tot een totaal van 170 liter op de eerste plaats vandaag. Team Mallemeulen. Vrijdagmiddag was er tijdens de jaarlijkse braderie een expositie bij jongerencentrum Be There in Vlagwedde, waar 30 jaar Week der Besten aan krantenknipsels, oorkondes en ook een video uit al die afgelopen jaren te zien waren. Maar eens dan komt de dag voor haar net als voor mij. Hoeveel zijn er dan? 4 meter, zo! Ben je kampioen? En dan gaan we weer! Maar vanavond gaan we stappen! En Larissa mag natuurlijk nog één keer echt als Miss Week de Beste 2016.
Op de zaterdagmiddag was er de zeskamp met onder andere de onderdelen aardappelrace. Hemmers mogen de lucht in. Armen omhoog, hemmer omhoog. Blokken stapelen. Langzaam laten zakken. Klein stukje mijn kant op. Nee, dan moet ik weer een beetje mijn kant op. Apreski latten race. Met water. We zetten die op het teamblad. En dan zal de rol weer van Jenny. De stroopwagenrace. Die de aanwijzingen geeft, mag de stroopbal en ook de kruiwagen niet aanraken, alleen aanwijzingen geven. Wanneer je de stroopbal hebt gedeponeerd, mag de duikbril, skibril, donkerbril af en dan onze razende touwtrekken. Team van FC Moetangen heeft ze niet zomaar gewonnen. Staan ze flink in te graven in het zand. Worden in het zand getrokken, denk ik. Veen is er nog niet. Ze geven zich zeker nog niet gewonnen, Team Moetangen. Ja! Oh. In de week der beste vetten. Het vliegend tapijt. Al bezig met de funslang. Ik zit in de verstand aan te kijken hoe het allemaal gaat. En in welk tempo we het vol gaan houden. Hele grote sprongen. Ja. We zijn alweer onderweg. Tegelijk. Met een skippiebal. Team Velen ligt iets voor. En u mag ze aanmoedigen. Of applaudisseren. Team Velen binnen en ook de besties zijn binnen. De winnaar van deze zeskamp. Besties en Velen. Dames en heren, de nummer 7 van de zeskamp. 2024 uit deze ringen. Geef een groot applaus. Op de zondagmiddag was er het eindspel, de strijd der besten met de onderdelen. Ze gaan dus spelen het spel 4 op 1 rij. En de tijd is hier gestopt. Gaat er weer bij jou door? Even kijken wat er gaat gebeuren. Ah! Stormbaan. Van de malle meulen komt er nu aan. Kratten stapelen. Het gaat er nu ontspannen. Als jullie kijken naar Wil Sander. Sander die heeft het toch behoorlijk zwaar. Die krijgt er niet heel slecht ruggetjes. Hou hem vast. Hou hem vast. Jammer. Ik zag het aan het muziek. Rap nummer 29. 29. Dan zitten we nog maar achter van het record. Het record hier in Vlachtwedde gemaakt door de schoolstraat. 37 kratten. 37 kratten. Hey. Toppendansen. Niet scheen, naar beneden. Lekker in het wagen. En luidt die bel, hè? Bel! Nog één onderweg. Blijf zitten op die band, hè? Zo, spectaculair, bel! Hou goed vast, hè. Nou, nee, kleine dingen, hè. Oké, dat is de vast. En buisschuiven. Nou, eens even kijken hoe er wordt gezegd door de teams. Kunnen ze een beetje afkijken hoe dat ze het beste kunnen gaan doen. Bel, dat! En daar gaat de onschudden weg, als ik het goed heb begrepen. Kijk eens, het wat even lekker gekregen, zeg. Bel! Kijk eens even aan, zeg. Daar gaat ze. Op weg naar de bel. Bel! Oh. Nienke die vee even uit. Probeer de balans te krijgen. Bel! En die probeert daar nog even alle tijd in te halen. Bel! Bel is geluid in de tijd. Die is gestopt. Ja. De punten zijn geteld. De uitslagen zijn bekend. En die mogen we jullie nu bekend gaan maken. Betekent dat we team nummer 3 en 2
in verband met de buurtbattle niet gaan noemen. En blijft dus over met een eerste plek met maar liefst 94 punten. De winnaars van de Ecotermstrijden, beste, de Hapsnurkers. Het slotfeest op de zondagavond van de 30e week der besten was op het evenemententerrein in Vlagwedde. Muziek van Melroos. En als spectaculaire afsluiter, de Vuurwerkshow.